Dat is even schrikken zo, hè, de nacht? Ja, ik lag even lekker te slapen, dus ik moet morgen werken. Maar laat maar even zitten dan, want toen was behoorlijk geschrokken. De flat aan de Valkenhorst in de Leidse Merenwijk is maandag aan het begin van de nacht geheel ontruimd na diverse koolmonoxide-lekkages. Bewoners van 42 woningen zijn door de hulpdiensten uit hun huis gehaald en zijn opgevangen in winkelcentrum De Kopermolen. Nou, ik lag te pitten, dus ik weet het ook niet. Ik hoorde dat er een gaslek was, dus ik merk het wel. Kunt u mij vertellen wat er precies gebeurde? U werd wakker, hoop gebonds? Nou, er werd eerst aangebeld, maar dat wordt dus zo vaag, dus ik bleef maar lekker leggen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ga er maar uit. En toen zag ik keek eerst even zo door de ramen heen, door de Luxeflex. En toen zag ik brandweerlui op de galerij lopen. Toen dacht ik van, ik ga toch even kijken wat aan de hand is. Ja, omdat we niet weten welke flats wel en welke niet koolmonoxide produceren. Dan gaat het om de gijzers die daarin zitten. Hebben we besloten om alle woningen te controleren en daardoor ook die mensen tijdelijk even te evacueren. Om 11:30 werd vanuit het ziekenhuis alarm geslagen omdat een gezin van 4 zich daar had gemeld met klachten. In eerste instantie werd gedacht aan een gaslekkage, maar bij aankomst van de brandweer werd snel duidelijk dat er een sterke concentratie koolmonoxide aanwezig was. Hierop heeft de brandweer ook in andere woningen metingen gedaan. Ook daar werd een hoge concentratie gemeten. Hierop is besloten de gehele flat te ontruimen. Wat is de verwachting dat deze mensen weer terug kunnen? Ja, dat hoop ik zo te horen als we weer in overleg gaan. Maar als de woningen vrij zijn van koolmonoxide en ze gaan die gijzers niet meer gebruiken, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde, dan zouden ze terug kunnen. Maar wanneer kan, dat hoop ik zo nog te horen. Naast de 4 personen die zich in het ziekenhuis hadden gemeld, zijn er ook nog een 10-tal personen op locatie door het ambulancepersoneel nagekeken. De meeste klachten werden door de frisse lucht al snel minder. In andere gevallen hebben de slachtoffers zuurstof gekregen. Er zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gegaan uit eigen beweging. Van daaruit is ook de melding gekomen naar de brandweer om te gaan kijken in die woning wat er aan de hand is. Voor de rest zijn er nog 9 mensen die hoofdpijn hebben of zich niet lekker voelen. Die zijn allemaal nagekeken door de ambulancedienst. Die staan in de frisse lucht. Dat is de beste manier om er snel vanaf te komen. Het aantal woningen achter me, dat zijn er 40. En ik heb net begrepen dat om de hoek ook nog 40 woningen zijn. En hoe verre die ontruimd worden, dat is mij nog niet bekend. Koolmonoxide staat ook wel bekend als sluipmoordenaar, omdat het gas niet te ruiken is en dodelijk kan zijn bij het inademen van hoge concentraties. Jaarlijks overleden er gemiddeld 11 personen aan koolmonoxidevergiftiging.